Soundbites. Alles wat je ook buiten de podcast zegt, zal en kan tegen je gebruikt worden. Zeker, je snapt het al. Ja, dat is wel. Daar kom je wel op een gegeven moment achter, ja. Gamebytes. Ja, ik vind nog steeds persoonlijk echt heel vreemd dat mensen naar ons luisteren. Gamebytes. Harry was net heel uitgebreid met Roderick aan het praten over dingen van vroeger, want nu heeft eindelijk iemand die zijn jeugd ook snapt. Gamebytes. Welkom bij Gamebytes 2, sorry. Ik was helemaal in de war door Windows 10. Ja, ik ben helemaal in de war. Oh ja, dit is Gamebytes 400, want het is een grote stap vooruit. Nee. Video Gamebytes. I love you so. Daarom maken wij deze show. We praten graag over Gamebytes. Welkom bij Gamebytes. Welkom bij Gamebytes 302, opgenomen op 2 oktober 2014. Ik ben Erwin Vogelaar, aan de andere kant zit natuurlijk Harry Hol. Hey, hallo. En Bastiaan Vroegop. Goeiedag. En onze gast deze week, hij is priester in Amersfoort. Hij staat bekend onder andere als mediapriester, podcastpriester, Father Roderick. Maar hij houdt net zoals ons ook heel veel van games en Doctor Who. Roderick van Heugen. Hallo. Hi. Leuk dat ik in jullie podcast te gast mag zijn. Het is een grote eer. Nou ja, het is voor mij ook wel een eer. Daar hadden we voor de podcast al over. Jij podcast al heel lang. Heel veel. vroeger zeg maar elke dag had je daily breakfast. Dat luister ik dan. En dat was voor mij wel een van de inspiratiebronnen om zelf te gaan podcasten en met Gamebytes te beginnen. Je dacht, als hij dat kan, dan moet ik het ook maar beginnen. Nou ja, je was een van de weinigen in Nederland die er echt mee bezig was. En dan natuurlijk wel voor een internationaal publiek. En je deed het van huis en gewoon zelf achter een computer alleen. En dacht van, nou, als dat zo kan, als dat zo goed kan, dan waarom doe ik dat niet? Ja. En nou, nu zijn we hier. En ik luister alweer een hele, hele lange tijd naar Gamebytes. En ik vind het echt een beetje onwerkelijk om nu gewoon in de podcast te zitten. Je luistert waarom in vredesnaam. Oké, gezegd. Nou. Nou, dat kan ik je wel vertellen. Omdat het een van de weinige games podcast is, sowieso natuurlijk in Nederland. Maar wat ik leuk vind is, als ik naar jullie luister, dan heb ik altijd gewoon het idee dat jullie verder totaal niet in de gaten hebben dat er nog mensen mee zitten te luisteren. En dat doet ook niet. Klopt wel ongeveer. Ja, maar dat niet van die gekke dingen heel zijn. Los, ik weet het niet. Het is gewoon, ja. Het klinkt alsof je gewoon met vrienden in een kamer over games zit te praten. En dat is, dat vind ik de kracht van podcasting. Ja. En de afgelopen weekend was er Indigo in Utrecht. Indigo is het indie game evenement in Nederland van de Dutch Game Garden. Waar allemaal mensen, allemaal gameontwikkelaars of studenten hun game in progress laten zien. Van games die komen die eruit uitkomen en allemaal speelbaar. En alle developers staan er meestal naast om te spreken. Wij waren daar en jij was er ook. Ja. Dus een van je eerste game-evenementen volgens mij? Volgens mij het eerste game-evenement. Ik zag dat langskomen in mijn Twitter-feed. En ik denk, nou, daar moet ik naartoe. Dat is zo dichtbij. Ja. En ik heb altijd al iets gehad met die indie-games. Dat vind ik al vaak de leukste spelletjes om te ontdekken. En al helemaal als je dan de maker zelf kan ontmoeten. Ik wilde vroeger altijd, ik wilde geen priester worden als kind. Ik wilde game-programmeur worden. En rijk. Met games programmeren. Oh, wij hebben zoveel gemeen. Afgezien van het priesterschap hebben wij zoveel gemeen. Ja. Maar ik vond het om die reden echt gewoon fascinerend om daar rond te lopen. En dat je dus gewoon met die jongens zit te praten. En dat je denkt van, verrek joh, in een alternatieve werkelijkheid had ik daar gewoon gestaan bij zo'n monitor. En dan was ik mijn crappy game aan het demoen. Heb je ook geprogrammeerd dan? Oh ja. Ik begon al op mijn 12e. Toen heb ik van mijn zakgeld samen met mijn broer hebben we zo'n klein computertje van Sinclair gekocht. Een ZX81. En daar zat 1 kilobyte geheugen op. Zwart-wit. Wow. Zwart-wit op een televisietje aangesloten. En daar kon je basic programmeren. Dus ik ging meteen games programmeren. Maar gauw liep ik vast. Want dan kun je, hangman kun je dan maken. En de grote Sinterklaas aanschaf, en dan moesten we zelf behoorlijk Sinterklaas ook nog helpen met ons zakgeld, was een 16 kilobyte geheugenpak. Meer heb je in je hele leven niet meer nodig.
En toen ben ik echt helemaal losgegaan met programmeren. Het is natuurlijk heel wat games gemaakt. En later ja, de Spectrum gekocht. En daarna de TRS-80 en de Atari. Ik ben altijd eigenlijk blijven klooien met graphics en met spelletjes. Oh, doe je dat nog steeds eigenlijk? Die had geen aan- en uitknop. En dan moest je de stroom letterlijk afhalen om hem uit te doen. Nou, en hij had geen subroutines. Het meest bizarre was van dat 16K-pak. Dat was een soort van plastic. Ja, dat was een soort module die je achterin moest steken. Maar die zat niet helemaal. Het was natuurlijk allemaal heel goedkoop. Het was allemaal plastic. Dus die zat niet helemaal goed vast. En als je dan toevallig iets te hard op dat toetsenbord ramde. Of het was niet eens een toetsenbord. Het waren zo'n soort van plastic. Afstandsbediening, weet je wel, dat je door het plastic heen drukt. Ja, precies. En als je dat dan te hard deed, en dat gebeurde wel eens als je dan heel druk zat te programmeren, dan in één keer dan werd je scherm werd wit en dan was alles weg. Want je moest het nog op bandjes, moest je dat bewaren. En dat deden. Dus ik kan me herinneren dat ik één keer, toen was ik zo trots. Ik had toen tot 4 uur 's nachts had ik doorgewerkt om een slotmachine te programmeren. Het was helemaal met graphics en het deed het. En je kon, ik was... En op een gegeven moment in één keer dat scherm wit. En ik heb het hele huis wakker geschreeuwd. Oh nee. Ja, ook inderdaad heel herkenbaar. Ik heb trouwens nog een ZX Spectrum hier in een doos. Zit hier naast mij. Oh, dat is zo mooi. Ja, ik speel nu wel zo'n spelletje op zo'n emulator. Maar dan ben je toch wel blij dat de tijd is verder gegaan. Niet meer zo mooi als ze waren. Nee, ik heb pas geleden een Texas Instruments 99 4A emulator gedownload. Want daar heb ik als eerste op leren programmeren. Ja. En dan op een gegeven moment, je merkt dan ook, hij heeft geen lowercase letters. Dus alleen maar hoofdletters. en ik geloof 28 tekens op een rij. En als je dat op een HD-scherm ziet, dan is het van, wow, hoe kon je dit ooit? Ja. Oh. Hey Bastiaan, jij vroeg er net of ik dat nog steeds deed. Nou, Het enige wat ik af en toe nog zou willen doen is een adventure programmeren. Oh, dus text adventures. Oh, die text. Ik ben begonnen met die text adventures op de TRS-80 met Zork en ik weet allemaal niet meer hoe het heette. Maar nu heb je natuurlijk best wel op zich goede software. Daar hoef je niet eens voor te programmeren. En dan kun je van die gebranched verhalen maken. Yeah. Maar het kost wel een bak tijd hoor. Ja. Yeah. Het is, ik koop dan altijd die software op Steam als het dan in de aanbieding is, weet je wat? Sale. En denk, oh, ik ga dit spel maken. En dat is meteen ook zo, weet je, was zo'n licentie dat ik het dan ook nog kan verkopen. En vervolgens 2 dagen later zit ik toch weer gewoon mijn oude spelletjes te spelen. Dan raak ik het nooit meer aan. En nu je al die enthousiaste developers op Indiegogo hebt gezien, begint het dan weer te kriebelen? Het begint vreselijk te kriebelen. Ja? Ja, echt niet normaal. Maar goed, misschien ooit nog eens een keer. Maar dan ga ik wel beginnen met een soort van... eerst met een soort tekst-adventure en wat plaatjes erbij maken. Zoiets. Ja. Maar goed, er waren dus 32 games te spelen. Ik heb vanmiddag even geteld. Volgens mij hebben wij er iets van 10 bekeken. Of Bas en ik in ieder geval samen. Eigenlijk best wel weinig, maar toch ook alweer veel. Maar je bent toch meer in gesprek met iedereen en dat je ook meer speelt en zo. Maar het is ook gewoon leuk. Maar wel veel moois gespeeld. Ja. Het is ook een derde. Dat is een derde van die beurs. Ik ben er trots op dat we 10 spellen hebben gespeeld. Ja, oké, als je het zo zegt. We hebben gewoon 1/3 van de hele beurs gespeeld. Ja. Nee, kijk, het klinkt super sappy. Maar dat is een mooi Nederlands woord weer. Maar wat ik echt ontzettend gaaf vind aan Indiegogo is dat de spellen die daar zijn, ik zou ze ook gaaf vinden als ze niet Nederlands zouden zijn. Ja, tuurlijk. Dat is, nee, maar ik bedoel, we hebben het geloof ik een paar keer eerder ook al gezegd toen we over Indiegogo praten. Maar er is echt zo'n tijd geweest, dan was het inderdaad van ja, die game is bijzonder, want hij is Nederlands en hij doet dit. Maar dit spel is, ondanks dat hij Nederlands is, daarnaast ook nog interessant. En dat vind ik zo, ik word er steeds weer zo enthousiast van. Want we zijn serieus te nemen. Dat gevoel krijg ik iedere keer bij Indiegogo weer. Ik bedoel, we zaten ook weer op een, waar was het ook alweer? En hoe heette die locatie ook weer? Bekende naam. Tivoli Vredenburg. En dat was echt, we zaten echt vrij hoog, vlak naast het station. En was echt heel veel ruimte was voor ons gereserveerd. En het was echt een groot, serieus evenement. Maar games, daar vroeg je me naar, sorry. Ja, noem eens een game. Nou, wat me heel erg verraste. We hebben de gasten van Reus was in de podcast gehad, hè? Ja. Dat was zo'n god sim. Dan moet je eigen wereld bouwen. Abby en startjes uit de grond stappen. Abby Games, inderdaad. Reus. Reus. Maar die hadden een tijd geleden hadden ze een nieuwe game aangekondigd. Ja. Renowned Explorers. En er was een beetje artwork van en een beetje geteased en verder niks. Maar opeens stond die game daar.
die was daar gewoon te spelen. En het was een soort van... Ja, je begint dus op een kaart van een eiland. En dat eiland ga je onderzoeken. En dan kun je dus van plek naar plek lopen door plekken te klikken. En op iedere plek kan weer wat anders zijn. Dus soms kom je in een gevecht. Soms vind je een schatkist. Soms moet je de juiste keuze maken in een dialoog. Van, ga ik nou proberen deze kist zo snel mogelijk open te maken? Of ren ik achter dit poppetje aan? En dat heeft dan allemaal weer andere effecten, waardoor ieder avontuur op dat eiland... Het is een soort van choose your own adventure book. Maar als je aan het vechten bent, dan kom je in een soort van... dan kom je in een strategy RPG. Dat is het gewoon. Ja, het is denk ik wat duidelijker vergelijking te maken misschien met Fire Emblem. Ja, dat je op zo'n kaart loopt en daar dan... Ja. Op die kaart ga je dan naar plek en hier heb je dan wat meer dingen die je daar kan doen. En als je in het gevecht gaat, dan is het ook zo'n turn-based op zo'n grid waar je dan loopt en je acties doet. Ja, en het gaat een beetje de twist van de gevechten is dat je kunt inderdaad slaan zoals je in andere spellen kunt. Maar je kunt ook op emoties inspelen, zeg maar, of op gevoel. Dus je kunt iemand heel erg intimideren, zodat ze uiteindelijk bang wegrennen. Maar je kunt ze ook, zeg maar, een beetje charmeren, zodat ze een beetje meevechten. Dus je kunt ervoor kiezen om voor geweld te kiezen, maar je kunt ook gewoon jezelf bij wijze van door de situatie heen bluffen. Dat vind ik super tof. Dat is echt een heel tof concept. Je hebt bepaalde poppetjes die zijn dan beter in het een of het ander. Ik bedoel, je hebt een Mexicaanse worstelaar die zit in je team, die kan dan beter vechten. Maar ja, er speelt van alles mee, zoals bijvoorbeeld het humeur van een personage. Van, oh, dit personage kwam op weg naar deze route, kwam hier een vrolijk iemand tegen, dus hij heeft nu goed humeur, dus hij is beter in het bluffen in situaties, omdat hij gewoon beter in zijn mentale element is. Het is gewoon een super tof idee. Want het is, ik bedoel, we hebben het wel vaak in games. Volgens mij, Harry, hadden wij dat laatst ook in Destiny, dat je op zo'n situatie afloopt en dat je zoiets hebt van, kunnen we het niet gewoon uitpraten? In plaats van eens een heel moeilijk gevecht te gaan. Nou, dat is hier wel echt het idee. Dat zijn dan even die spraakaanvallen die je doet. En gevechten kun je dus zonder direct over te gaan op mappen en slaan en geweld. Mm-hmm. Kun je dat gewoon met praten dan ook oplossen op die manier. Dat vind ik wel een hele toffe insteek. Ja, en toffe hieraan is ook dat... Er zijn heel veel games waar je inderdaad ook jezelf langs een situatie kan lullen. Maar heel vaak zijn dat dan dialogen die voorafgeschreven zijn. Dus... Bijvoorbeeld in Mass Effect kom je een poppetje tegen en door de juiste dialoogopties te kiezen en op het juiste moment te intimideren, te charmeren, dan kom je niet in een combat situatie. Maar dat bluffen, charmeren, intimideren, wat je in dit spel doet, dat zit echt in de mechanics. Ja. Dus het is echt, je gaat uiteindelijk verhalen krijgen van, oh, nou, ik was een keertje aan het spelen en ik was totaal in de minderheid en ik had een supersterke baas op me af, maar omdat ik die baas zeg maar gewoon aan mijn kant kreeg, heb ik het toch nog gewonnen. En dat is, die situaties zijn voor iedereen uniek, omdat je gewoon zelf kiest hoe je het aanpakt. En omdat het gewoon rauwe, ruwe mechanics zijn, is het gewoon heel erg beïnvloedbaar. Ja. Ik zou zoiets wel willen zien in een Star Trek game. Want waar ik bij Star Trek altijd van baal als ze er een game van maken, is dat het dan altijd meteen in de meest hoge oorlog wordt die nog nooit in de tv-serie gezeten heeft. Terwijl wat je nou omschrijft, zo'n idee, dat zou bij zoiets volgens mij fantastisch zijn. Dat je 9 van de 10 keer met een goed gesprek, of in ieder geval met een dramatisch gesprek, ergens uitkomt in plaats van meteen naar de pistolen grijpen. Ja, het is niet dat je een dialoog aangaat. Het is echt meer een gespreksaanval die je doet. Maar dus het idee is... Je vecht met woorden, dat is het idee. Ja, zoiets. Oh, net zoiets als bij Monkey Island. Met, nee. Met die ruimduellen. Dat zou leuk zijn, maar... Je moet je een beetje voorstellen alsof je mentale, verbale kracht is eigenlijk een beetje een soort van magie. Maar dat is heel erg gegrond in wat je zeg maar, dat is normaler en het heeft zeg maar ook effecten. En het is nooit dat het, ik bedoel, het haalt punten, je kunt punten van mensen hun sanity, wat is het goede woord daarvoor? Nou, prima woord. Geestesgesteldheid. Geestesgesteldheid halen. Sanity is een heel goed woord. Ja. Dat wordt ook echt gerepresenteerd door gewoon balkjes en dat soort dingen. Maar het is echt gewoon een gamey ding in plaats van een dialoogoptie. Ik snap het. Ze hebben er echt een mechanic van gemaakt. Ja. Ze hebben het tot geabstraheerd. Ik vond deze game, dus Renowned Explorers, vond ik wel van wat ik gespeeld heb de meest veelbelovende van de hele Indigo. Meer dat het, omdat het coole concepten zijn, maar het is nog best wel... In het begin stadium, zeg maar, van de game. Ze zijn nog heel erg mee bezig hoe en wat.
En ik bedoel, die stagiair, die hele enthousiaste stagiair die erbij stond, alles uitlegt, zei ik of ja, we dat gaan veranderen. Oh, dat is anders. Ja, dat en dat is anders. Dus nog heel erg beginnend, maar voor mij wel echt iets, als ze hiermee verder gaan, kan dit wel een hele coole game worden. Dus, ik vond het onderliggende verhaal ook wel grappig, dat je dus voor je museum allerlei museumstukken moet zien te vinden. Dus een beetje Indiana Jones-achtig. Ah. En dat je dus tegen elkaar zit te spelen om te kijken wie de meeste indruk op de World Expo kan maken. Dus er zit ook nog een klein educatief tintje in, wat natuurlijk ook niet slecht is als je ouders wil overtuigen dat dit een goed spel is om aan te schaffen. It belongs in a museum. Ja. Ik denk de leukste game die ik gespeeld heb, maar ik denk dat jullie daar ook al mee eens zijn, of in ieder geval ook leuk vonden. Lethal League. Ja. Die is al verkrijgbaar, die is al gewoon te koop, maar hij was daar en wij hebben hem voor het eerst gespeeld daar en we waren direct verkocht. Het idee is een soort, het is een brawler. Dus je zit met z'n vieren, zit je op één scherm, ga je tegen elkaar vechten. Maar het enige wapen dat er is een bal. En iedereen heeft honkbalknuppels. Of nou ja, je hebt misschien de personages die kunnen op een eigen manier slaan. Maar het idee is dat je dan met die honkbalknuppels die bal mapt. En raakt die bal vervolgens een tegenstander, dan is die weg. En zo moet je constant, moet er één iemand als laatste overblijven. En dat klinkt misschien, ja, ik bedoel, ik vind het wel cool klinken, maar het klinkt misschien wat terug. Maar door alle moves en door alles, de snelheid en al die verschillende personages en hoe die bal bizarre dingen kan doen door alle acties van de spelers, was dat zo tof om met vier spelers tegelijk te doen. Ja, het is super chaotisch ook wel. Ja. Want die bal die stuit het overal heen en weer. En je kan hem ook nog eens extra snel laten stuiteren. Dus je zit voortdurend te kijken dat je niet geraakt wordt. Ja. En er overheen springen en zo. Hadden jullie dat spel nou al eens eerder gespeeld? Of was dat ook voor het eerst? Nee, voor mij was het voor het eerst. Oh, dan ben ik zwaar onder de indruk. Want ik heb echt hier uren daarna... Ik heb zo'n gamecode gekregen en nog uren zitten oefenen. En het zal door mijn leeftijd komen. Nou, een beetje door begon te krijgen. Het is echt Super Smash Brothers met tennis eigenlijk. Dat is gewoon de simpelste samenvatting. Maar het coole is inderdaad, die bal gaat steeds sneller en steeds sneller en steeds sneller naarmate die meer geraakt wordt. En je kunt een punt tussen dat hij zeg maar recht omhoog gaat, dat je hem daarna slaat, zodat je nog meer snelheid erin hebt. Het is niet echt, het is super gamey. Er zit geen physics of zo in. Het is een beetje anime bijna. Maar het ding is ook dat uiteindelijk die bal gaat steeds harder en harder en harder. En als je op een soort van toppunt komt, dan zie je ook personages gewoon nog een soort van pauzemoment hebben. Van ik heb de bal geraakt. Ja. En dan zit je dus als de rest van de spelers. Het zweet breekt je de rug uit. Want je denkt van, oh jee, als deze animatie voorbij gaat, gaat hij zo snel. Wat moet ik doen? En dan weet je op de een of andere manier toch die bal weer te raken. En dan, die voorbereidingsanimatie duurt bij jou dan nog langer. Dan heb je iets van, ja, hier komt hij. En dan wordt die andere, het is, constant heb je zo'n gevoel van, En het kan zo weer voorbij zijn. Maar dit is dan alleen... Oh, sorry, ga uit, die hoek hoorde je ook telkens van het gejuich komen. En van die enorme kreten en zo. Dat is het enige stel dat enorm veel emotie ook teweegbracht in die zaal. Ja, de toeschouwers en zo. Het is ook heel leuk om te kijken. Gewoon. Zeker. Maar is dit spel dan... Dit is echt wat je alleen met vrienden op de bank kan spelen. Dat lijkt me zelfs online niet leuk. Het heeft wel online multiplayer. Het leukste inderdaad, offline. Ja. We hebben wel codes gekregen om het zeg maar op Steam te proberen. En even samen met z'n allen online te spelen. Dus wij drieën, dus Roderick, Erwin, ik en Arjan ook nog. Die was er ook, Arjan Lindeboom. Hebben we nog niet gedaan. En ik kan me inderdaad voorstellen, als je dat doet, is het eigenlijk ook alleen leuk als je Skype aanzet en elkaar kent en lekker met naar elkaar kunt schreeuwen. Ja, je moet echt gil horen. Dus is niet... Ja. Ik vond de leukste momenten, vond ik dat als er nog twee over zijn en die bal gaat steeds sneller en sneller. En dan gaat die bal echt heen en weer. En soms kun je er dan ook overheen springen. En dan is het even van, oh jee, wat gebeurt er nu? Gaat hij tegen de muur en weer terug, springt overheen. Of je slaat hem toch weer terug. En dan door en door en dan gaat hij steeds sneller. Totdat hij uiteindelijk... Nou, ik had een paar momenten. En dan dat je echt ook met springen gaat combineren. En dat je soms moves doet. Dat je echt denkt, ik weet niet hoe ik dit doe, maar het is awesome. En dan weer verder. En het ding is ook, als je zeg maar omhoog of beneden ingedrukt houdt terwijl je de bal raakt, dan doe je een soort van curveball. Dus je moet je voorstellen, het is als die bal beweegt zoals in pom. En hij kan dus inderdaad ook schuin en dan schiet hij dus langs alle hoeken van de kamer, zodat je staat nergens veilig. Je kunt er niet de hele tijd overheen blijven springen, want hij knalt alle hoeken gewoon door. En dan is ieder personage, een stuk of 6 of 8 personages of zo. En iedereen heeft weer een eigen special move. Dus zodra je superbalkje vol is en je drukt zeg maar
twee keer op de tennisknop, zodra je de bal raakt, dan doe je wat bijzonders. Dus het ene personage schiet de bal dan opeens door de muur heen. Dan komt hij aan de andere kant van de level weer naar binnen, dus ben je helemaal in de war. De andere die kan de bal even opeten en daarna weer ergens anders uitspugen. En dat soort dingen, dat gooi je ook totaal uit je element steeds. Dat is gewoon zo lollig. En dat allemaal in potjes van ongeveer 10 à 15 seconden. Ja, zoiets, ja. Er was een ander spelletje wat me er een beetje aan deed denken. Een hele andere game mechanic hoor, maar dat was Voggle. Ja. Voggle, ik weet eigenlijk niet hoe je het uitspreekt. Ja, Voggle. En ja, op zijn Voggle. Klonk een beetje randstedelijk. Het klinkt heel ranzig als je het zo uitspreekt. Voggle. Als je een beetje een harde G hebt, wel Voggle. Nee. Ja. Ja. Ja, okay. Even lekker voggelen, ja. Heerlijk. Voggel, dat klinkt wel vriendelijker. Ja. Die is volgens mij nog door een aantal studenten is het ontwikkeld. Maar best een grappige idee. Dat je bestuurt een vogeltje. En het is ook multiplayer. Dus je zit met z'n vieren zit je te spelen. Je hebt allemaal een vogeltje met verschillende kleuren. Ja. En je moet rondvliegen op je scherm en eitjes oppakken. En die komen op een gegeven moment uit. En dan krijg je een klein vogeltje dat achter jou aan vliegt. Maar die hebben dus allerlei speciale krachten. En je kan switchen van wie welk vogeltje de lead neemt. En wat de bedoeling is dat je dus mekaars eitjes en vogeltjes afpikt. En dat er uiteindelijk maar eentje overblijft. En ik zag een aantal van die liepen ook wat kinderen rond. En die waren meteen helemaal verkocht. Het spel is eigenlijk nog in een vrij vroege fase. Maar ik had wel zoiets van, dit zou zo'n hit kunnen worden. Want het heeft datzelfde... Weet je wel, van proberen elkaar af te troeven. En het is gewoon een ongelooflijk leuke partygame. Ja. Ja. En de ontwikkelaar had het er inderdaad over. Het is nu nog een beetje 2D en zo. En ze zijn echt bezig om het een driedimensionale game te maken. Dus het ook gewoon echt zo gelikt mogelijk te maken om het uit te geven op de PlayStation 4 of wat dan ook. Maar het is heel erg... het heeft echt heel erg denken aan Towerfall eigenlijk. Dus dat je inderdaad, je bent constant competitief met elkaar bezig. En je kunt elkaars dingetjes de hele tijd afpakken. En degene die het zeg maar overleeft, die is de winnaar. Ja, nou, ik dacht als je daar gewoon de grafische aspecten een beetje opnieuw doet. En je doet een leuk design van die vogeltjes. Je verzint er een verhaaltje bij. Dan heb je zo'n soort van Angry Birds-achtige franchise als je niet uitkijkt. Ja, ik vond het design nu al leuk. Ik had nu al met die achtergronden en zo. Ik vond het al prima, maar... Ik vond het een beetje een goedkope iOS-game op dit moment. Dus echt zo'n ding wat in Azië door een heel erg goedkoop team is gemaakt. Ja. Maar dat weten ze zelf ook, hè? Dat is mee bezig. Ik vond het wel grappig dat een van die devs zei dat het begin echt heel erg baalde van de titel Voggel. Nee, dat kan niet, dat doen we niet. Want het was gewoon een bestandsnaam en dat was een vogel. Dus gewoon, doe even een letter erbij en dan werd het Voggel. Ja. Dus, nou, dan noem het gewoon Voggel. Maar ik vind het een fantastische naam. Tuurlijk. Ik bedoel, en het werkt. In het Engels, Voggel, dat klinkt prima. In het Engels klinkt het wel oké, ja. Ja. Ik heb ook geen idee wat een vogel is, dus dat helpt echt heel erg. Dat is Ruse. Reus. Ja. Een game die ook een fantastische titel had, maar bovendien ook nog ongelooflijk gelikt eruit zag, was Tribal and Error. Hebben jullie die gespeeld? Oh, nee. Die wou ik spelen. Ja, ik vond een fantastische titel. Geniaal. Je speelt dus een holbewoner. En je zit met een paar andere holbewoners in een hol. Nee, er zijn holbewoners. Sorry, je bent zelf een soort robotje uit de toekomst. En die komt op de een of andere manier terecht bij die holbewoners. En die moet dus uit die grot zien te ontsnappen. Maar dat kan die alleen maar als die snapt wat die holbewoners zeggen tegen elkaar. En het spelmechaniek is dus dat je die taal onder de knie probeert te krijgen. Dus dan zit er zo'n holbewoner tegen jou die zegt die van... Hum, hum. En dan, dan moet je dat onthouden en kijken wat betekent. En dan leer je een tweede woordje erbij en een derde woordje. En in één keer heb je genoeg woordjes om een puzzel op te lossen. En dan kun je zeggen... Nou ja, ik ken verder geen holbewoners. Hoe zeg je dat? Hol. Ik kan je niet helpen. Nee, ik kan je niet helpen. Ja, ik spreek geen tribal. Maar je moet dus door die woordjes te combineren... moet je dus kijken of je weer een stukje verder in dat level kan komen. En het zag er gewoon ontzettend leuk uit. Heel leuk getekend. Grafische stijl heel mooi. En ik heb nog nooit zo'n origineel spelconcept gezien. Echt zo goed bedacht. En het was ook zo'n spel waarvan ik denk... Nou ja, dat kan zo een wereldwijde hit worden, joh. Het lijkt een beetje op het gegeven van die Star Trek aflevering Darmok. Dat Picard op die planeet zit met die alien die zijn taal niet spreekt. En die spreekt alleen maar in overdrachtelijke termen. Ja.
Weet je welke ik bedoel? Het klinkt me vaak bekend, ja. Die heet Darmok. Als je Netflix hebt, moet je maar even opzoeken. Een geweldige aflevering. Maar dat gaat dus juist om het principe van... hoe communiceer je met iemand anders om samen iets op te lossen. Ja. Maar briljant om daar... Ik kijk even naar het filmpje. Het ziet er ook heel schattig uit. Met het robotje en zo. En de stripwolkjes voor de woordjes en zo. Heel leuk gemaakt. Ik vind de titel zo fijn. Tribal Error. Het is een woordgrap. Maar het dekt de lading van het spel ook zo goed. Ja. Ja. En nog een ander, ik vond... Hebben jullie Fragments of Him gespeeld? Ja. Weet ik niet meer eigenlijk. Het is een... ik vond het niet heel erg gepast op Indigo, zeg maar, om daar die game te spelen. Je weet, ik bedoel... Ik zal me eerst even uitleggen. Het is een korte verhalende game dat gaat over rouwverwerking. En je bent een personage die iemand heeft verloren... En eigenlijk loop je door een huis heen, zoals in bijvoorbeeld Gone Home. Maar dan moet je langs allemaal objecten gaan en die klik je aan. Want die doen je herinneren aan degene die overleden is. En op een gegeven moment gaat het dus over dat het geaccepteerd wordt. En dan kun je weer alle objecten aanraken, zeg maar. Omdat je toch weer dat je het accepteert, zeg maar. Het was niet... Ik bedoel, je staat midden in zo'n heel lawaaiig indigo met allemaal lichten en gillende mensen. En dan sta je daar, ben je daar bezig met zo'n rouwverwerking. Maar ik vond het wel een heel interessant concept. En ik vind het altijd wel fijn als games dit soort dingen kunnen doen. En op deze manier nou, misschien ook wat meer duidelijk maken voor mensen. Of kan helpen met verwerking en zo. Dus dat vond ik wel heel interessant. Het is een spel wat oorspronkelijk gewoon in zo'n game jam is gemaakt. Hè? Gewoon heel snel. En je kunt het ook online spelen. Als je googelt, dan kom je op zo'n site. Moet je even een pluginnetje installeren. En dan kun je door die allereerste versie heen. Okay. En het is volledig gescript. Dus je klikt dingen aan. En, nou ja, en op een gegeven moment gaat het verhaal weer wat verder. Dus het is eigenlijk bijna een soort van geïllustreerd gedicht, zou je bijna kunnen zeggen. En wat ze nu aan het doen zijn, dat had zo'n impact op mensen. Want het is wel heel goed geschreven. En ik denk heel herkenbaar, zeker voor mensen die zelf iemand hebben verloren. Door die respons gaan ze het nu uitbreiden, grafisch mooier maken. Maar bovendien is allerlei voorwerpen, niet alleen maar die ene hoofdpersoon herinneringen laten associëren. Maar ook allerlei andere mensen. En hoe zijn die omgegaan met het wegvallen van die persoon? Dus okay. Ja, is op zich een concept waar je... denk ik best wel veel mee kan. Maar ik vraag me af of het niet uiteindelijk ook weer zo'n soort van Dear Esther-achtige ding wordt, wat je één keer speelt. En dan heb je het wel gehad, weet je wel. Het is één keer een beleving. En... Maar dat is toch ook prima? Ja, dat is op zich prima. Als de prijs niet te hoog is. Ja. Of het is echt zo'n game waarbij je dan... Nou, even wachten tot de volgende Steam sale. Ik vond het wel een beetje jammer dat je zeg maar in het huis of in die omgeving echt elk object apart moest aanklikken. Ja. En dat het daardoor wat afleidde van het wat ze wilden vertellen. Maar dat je meer bezig was met klik, 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 klik. Wat misschien beter geweest, misschien was dat ook wel in een latere versie. Dat je dan bepaalde objecten aanklikt en daar wat meer bewust stilstaat of zo. Maar dat, ja. Maar goed, ze zijn er heel druk mee bezig. En ik neem aan dat voordat ze dit lanceren, dat er al heel wat verhaallijnen doorheen gaan weven. Oh, Roderick, jij trouwens, ik zag een foto dat jij de DK2 Rift hebt opgehad. Ja! Oh, eindelijk! Jij was niet de laatste persoon op aarde die... Er was er nog eentje. Ik zat de podcast te luisteren en ik had echt zoiets van, ja, maar ik dan? Ik kwam er laatst trouwens achter bij een nichtje van 11, die had een maand voordat ik hem op had zij hem ook opgehad op school. maar jij hebt de DK2 opgehad. Vertel, hoe was dat? Dus sinds ik Ready Player One heb gelezen, had ik zoiets van, ik moet dat zelf ook een keer ervaren. Aha. En dus, ja, ik ben van de generatie van de eerste Tron-film, weet je wel. Dus dat on the other side of the screen, it all looked so easy. En ik had altijd zoiets van, nou, ik hoop dat ik dat nog meemaak in mijn leven, dat ik ooit eens een keer echt in een spel mag zijn. En voor mij was die Oculus Rift gewoon ja, de vervulling van die levenslange droom. Dus ik stond daar in de rij te wachten. Het was een spel Man or Monster. Het is een 3D-spel waarbij je moet proberen... Je kan kiezen of je bent een mannetje dat een groot monster, een soort Godzilla... Er lopen allerlei monsters rond, moet killen. Of je bent die Godzilla of dat monster zelf en je moet proberen die stad te vernietigen. En het speelt zich af, het is een hele soort van Lego-achtige omgeving. Enorme felle kleuren, van die blokkerige monstertjes.
En ik stond daar te wachten. Ik denk, oh, wat zal het toch zijn? En nou, eindelijk dan op zo'n stoel. Je zet zo'n ding op. En het eerste wat ik had, zoiets van, hey, dit voelt een beetje als een soort skibril. Ik had dus echt verwacht dat het helemaal tot in je ooghoeken alles zou vullen. Ja. He, dus dat je om je heen kijkt en dat je echt totaal niet meer ziet dat je naar een schermpje zit te kijken. Maar er waren een aantal, ja, dus het feit dat die, nou ja, je ziet toch nog een beetje zo de rand van die bril die je op hebt. En ja, de resolutie is natuurlijk vrij laag. Dat is ook iets wat ik niet verwachtte. Dus je ziet gewoon de individuele pixels en een beetje het raster van de schermpjes. Nou, is dat geloof ik in die nieuwere versies van de Oculus alweer stukken beter. Stukken beter, ja. En het spel zelf was ook nog eens super chaotisch. En natuurlijk gewoon echt, ja, je zit in een soort van Lego-wereld, heel abstract. Dus ik weet dat dat ding ging aan. Diegene die erbij stond, die startte dat spel op. En ik had even zo'n out-of-body experience. Ik had echt zoiets van alsof je aan het dromen bent, weet je wel. Van het trippen, van waar ben ik nou? Wat gebeurt hier? En toch op een gegeven moment had ik het wel, ja, begon je er een beetje aan te wennen. En toen had ik wel lol in. Met name dat zo rondvliegen en ja, ik heb er hele goede herinneringen aan, maar ik had wel voortdurend zoiets van, dit is pas het allereerste begin. We staan aan de wieg van deze technologie. Over 5 jaar is dit zo ontzettend realistisch en zo goed. En nu al is het eigenlijk best heel goed speelbaar. Dus ja, wat je zegt is wel herkenbaar. Dat je, dus, je hebt een soort eerste minuut of zo dat je juist extra bewust bent van het feit dat je wat op hebt. En op een gegeven moment dan verdwijnt dat. En ik had die DK1 op, dus die had nog een veel ergere screen door effect. Mocht je in de winkel de nieuwe Mac fan zien liggen, blauw met een voorkant waar de Oculus, daar staat een uitgebreid verslag in hoe ik het heb meegemaakt. Oh, cool. Dus helemaal, gewoon een plug is dit. Gewoon heel genoeg. Oh, was me niet opgevallen. Ting! Nee, maar wat je zegt, ik hoopte eigenlijk dat jij zoiets zou hebben van, oh wauw, die resolutie is zo hoog. Maar jij hebt natuurlijk geen vergelijkingsmateriaal gehad. Nee, ik had niet vergelijken. Ik had zoiets van, die resolutie nu mag wel wat hoger. Ik zag vandaag een fijn filmpje van Eline Mures over een Oculus game, of een Rift game. Je moet natuurlijk Rift zeggen tegenwoordig. En dan moet je op een stoel gaan staan. En dan ga je in die Rift game op wolkenkrabbers en dan naar beneden kijken over de rand. En dan speelt met de hoogtevrees. En ik dacht echt, nee. Dan mag het nog zo lelijk zijn als wat. Ik ga dat echt niet doen. Nou, de eerste game. Je ziet diepte, dat is het enge daaraan. Ja. Nee, maar zou het niet geweldig zijn om Mirror's Edge te spelen? Ja. Ja, maar nee. 5 minuten en dan niet meer. Ja, maar dan niet over het randje kijken, maar gewoon... Nou, ik had Spider-Man game. Ik heb zo'n 3D, noem je dat, software met zo'n... Met zo'n, nou ja, ik speel meestal op mijn televisie, daar heb ik mijn PC aangekoppeld. Nee. En, maar dat is een 3D-tv en ik heb ook van die software die dan een soort interlaced 3D kan doen. Dus ik heb wel eens Mirror's Edge zitten spelen met zo'n 3D-bril. En dat is echt, je krijgt er echt hoogtevrees van. Laat staan als je dat echt in een Rift zit te spelen. Het lijkt me geweldig. Je zet zo'n tafelventilator naast je en je staat gewoon echt op een wolkenkrabber. Ik vind trouwens nog steeds een hele rare keuze van het bedrijf om op het woord Rift te focussen. Terwijl Oculus juist over kijken gaat en dat apparaat daaraan doet denken. Ik vind het zo bizar dat we het nou opeens de Rift moeten noemen. Maar bedrijf het, Oculus. Ja, maar dat hebben ze verkeerd. Dat deden ze fout. Ik heb ook het gevoel dat de namen bij elkaar zijn logischer dan de twee los van elkaar. Ja. Want Oculus Rift is inderdaad van, kijk, het is gewoon een soort van gat in de realiteit waar je ogen gewoon iets anders zien. Ja, en Oculus bij zichzelf, ja, dat is inderdaad iets met ogen en Rift, dat is een gat. Maar het losstaat van elkaar is de hele... Zullen we het gewoon Oculus Rift blijven noemen dan? Zullen we dat dan nu afspreken? Ik steun die motie. En Rift is zo generic. Ik bedoel, er zijn heel veel spellen die zo heten. En er was trouwens een spel op Indigo, dat heette Interstellar Rift. Nou, niks met die Oculus te maken. Oh, dat is, oh, daar kunnen trouwens... we nog even na de pauze over hebben dan. Oh, zullen we dat doen? Gaan we eerst naar de muziek? Oeh, subtiel. Deze keer best wel een moderne game. Ik bedoel, we hebben normaal altijd retro games in overproof remix. Deze keer The Last of Us. En dat is natuurlijk best wel een nieuw spel. En mooie muziek. En deze overproof remix daarvan, die heet Sarah. Thank you.
Dat was Sarah, een overklopt remix van The Last of Us. De hele remix is te horen op ocremix.org of via de link op gamers.nl. Interstellar Rift. Ja, dat was een spel. We waren het aan het bekijken, het spelen en dat soort dingen. En het enige wat ik eigenlijk kon bedenken is, waar was Harry? Nou, dat was een beetje gênant, want Bas en ik zaten constant, oh, dit is een Harry-game, oh, dit is Harry. En ook tegen die developer van, ah, de Harry, maar ja, geen idee wie Harry was. Dat zal wel. Ik zei natuurlijk ook van, oh, het is ook een Bas-game. Dat was een soort van troost, van, ik vind het ook leuk. Maar hij wist natuurlijk niet dat ik Bas heette, bedacht ik me achteraf. Dus hij had geen idee. Maar okay, het idee is, je bouwt à la The Sims, bouw je eigenlijk je eigen ruimteschip. Dus je bepaalt echt van, waar zit welke kamer, wat staat waar, et cetera, et cetera. En vervolgens, als je zeg maar naar de cockpit van dat schip gaat, dan zoom je helemaal uit en dan kun je met dat schip door de ruimte vliegen. En dat doe je op een grote server, waar ook allemaal andere mensen zijn. En het idee is dat, het spel is nu nog een hele vroege alpha en je kunt het gratis downloaden. Interstellar Rift, googelen, hoera. Maar wel bescherm. Ah, en het idee is dat het steeds uitgebreider wordt. Dus dat wordt een beetje, ze willen echt à la Eve of à la Elite of Star Citizen, willen ze gewoon dat je kunt handelen, dat je kunt vechten, dat je gewoon alles in die ruimte kunt doen. Maar omdat je dus je eigen schip maakt en je daar ook echt in rond kunt lopen, en ik neem aan dat je ook met andere spelers op jouw schip kunt rondlopen, het geeft veel meer een gevoel van schaal. Ook omdat je bent gewoon eerst weer heel klein op de details aan het focussen in je cockpit, dan zoom je de camera steeds meer uit en dan denk je, oh, dit is best wel groot, dit ding. Het ziet er echt inderdaad ongelooflijk gaaf uit. Ik zit nu even het filmpje te kijken en even wat artwork. Dit is, ik heb al enige frustratie met Space Games en dat Elite het niet meer doet bij mij. Dat is pijnlijk. Door hoeveel man wordt deze gemaakt? Het zijn volgens mij 2 of 3 jongens uit Breda. Het is echt bizar met hoe weinig man die mensen al dingen kunnen maken. Maar allemaal 3 man ook, heb ik het idee. Iedereen zegt, drie. Ongeacht of het nou een 2D pixely game is, of dat het echt super high-end 3D is. Ja, want daarnaast, er stond Kin, heet het dan. We hebben nog helemaal gevraagd hoe het uit moest spreken, zodat we het goed deden. Kin, K-Y-N. En dat voelde heel erg Dragon Age-achtig aan. En dat was door 2 man gemaakt. Ja. Helemaal 3D, zo'n actie-RPG, prachtige graphics. Maar dat Rift, dat Interstellar Rift, dat ziet er heel erg uit als de oude Wing Commander qua stijl. Een beetje dat militaire, utilitaire, een beetje metalige interieur, maar wel heel gaaf. Ja, en dan moet je bedenken dat die jongens die hebben dus ook gewoon helemaal zelf de game engine geprogrammeerd. Dus het is helemaal van nul hebben die game opgebouwd. Wauw. En ze zijn nu nog bezig met de textures en zo. Dus dat wordt ook voortdurend beter gemaakt. Maar je kunt nu al kamerplanten in je ruimteschip neerzetten. Dat vind ik heel, heel leuk. Ze zijn zelf ook grote Star Trek fans. Dus daar komt het ook een beetje vandaan. Zou je niet eigenlijk gewoon je eigen Enterprise moeten kunnen bouwen? En dan denk ik weer van, Interstellar Rift sluit een deal met Oculus. En kan ik zo met zo'n bril, kan ik echt in zo'n schip rondlopen. dat zeiden wij ook. Dit ziet er echt uit als een Oculus Rift game ook. Hoe je in de ruimteschip rondloopt, hoe je als je buiten vliegt. Dat is allemaal first person, kun je dat doen. En dat, ja. Daar waren ze heel vaag over trouwens. Hè. Ik heb wel gevraagd van, kan dit nou met Oculus gespeeld worden? En zeiden dat is niet helemaal fijn. En ik snap nou nog steeds niet helemaal of het kan of niet. Maar het kan sowieso. Ik kan me niet voorstellen dat ze daar niet, als de game wat meer af is, dat ze daar niet mee bezig gaan. Ja. Het wordt nu heel veel gespeeld door Russen, blijkbaar. Ja. Het is eigenlijk heel groot. Ik bedoel, hier is het nog niet zo groot, maar die Russen die zitten er allemaal op de focus en te spelen en dat soort dingen. Hij zei er zeggen, echt een gigantische Russische fanclub. En echt honderden mensen zitten dat spel dagelijks te spelen. Die geven dus allerlei feedback in het Russisch. En die jongens die kennen geen Russisch. Ah. Nou, de meest briljante tips ooit, en ze kunnen er niks mee. Ja. Oh, dan krijg je allemaal van die Google Translate onzin. Dat moet ik dan mee doen. Hé, maar Roderick, ik zag jou nog heel lang bij Black Feather Forest staan. Hè? Heb ik helemaal gemist. Wat was dat? Wil ik ook weten. Ja. Ja, Black Feather Forest, dat was een van de games waar ik echt meer van wilde weten. Want ik had van tevoren een beetje op die Indigo-site zitten kijken. En ik ben ongelofelijke fan van adventure games. Daar ben ik ooit mee begonnen met gamen. En nu met die Telltale games en zo. Het is een volledige revival. En te zien dat daar gewoon op het oog hele mooie Nederlandse adventure game op Indigo te zien was. Ik denk, ik moet daar naartoe. Dat vond ik zo geweldig. Dus Black Feather Forest, handgetekend. Het speelt zich af in
in Canada. En het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Er schijnt een soort highway te zijn, ergens in middle of nowhere, waar jarenlang met name jonge vrouwen op mysterieuze wijze verdwenen en dan vermoord werden teruggevonden. En heel lang heeft eigenlijk niemand geweten wat er nou precies aan de hand was of wie dat deed. Uiteindelijk hebben ze wel één kerel te pakken genomen. Die is ook veroordeeld. Maar die verdwijningen bleven doorgaan. Dus het is een heel mysterieus gebeuren. Nou, Tim, moet ik even goed zeggen, Hengeveld, die was daardoor gegrepen. Die had daar wat documentaires over gezien. Die denkt, ik ga daar een adventure game van maken. Mm. En in eerste instantie is hij dat dus echt ook gewoon precies op gaan modelleren op die documentaires, op dat echt gebeurde verhaal. Maar toen kreeg hij dus allerlei commentaar van die Canadezen. Van ja, maar het is allemaal zo dramatisch en dat kun je niet doen. En toen heeft hij het dus ietsje veranderd. En is hij het meer in een soort van soort analoog verhaal gaan vertellen. Maar het mooie is, het speelt dus een beetje zoals die Telltale games. Dus je hebt telkens, je zit bijvoorbeeld in een auto en je bent een documentaire maakster. En die gaat met een cameraman eigenlijk op zoek naar van wat is hier nou gebeurd. En je moet de hele tijd naar allerlei plekken rijden en daar met mensen praten. Dus je krijgt voortdurend van die dialogen en dan moet je kiezen. En naarmate je de goede, de slimme vragen stelt, krijg je meer informatie. En dan vind je weer een voorwerp en dan kun je weer naar een andere plek reizen. En wat ik zo gigantisch indrukwekkend vind, is dat Tim Hengeveld dat gewoon helemaal zelf heeft geïllustreerd en geanimeerd. En het ziet er gewoon fantastisch uit. Het is gewoon een hele eigen stijl. En ik zag het. Ik denk, dit moet je gewoon op Steam in Alpha zetten. Joh. Je krijgt hier zoveel. Er is zo'n behoefte op dit moment aan dit soort spellen. Ja. En dan ook nog eens weer een game die meer is, die meer wil zijn dan alleen een game. Dus ook iets van die hele problematiek daar. Want het speelt dus ook met de oorspronkelijke bewoners. Die een beetje, dus hij heeft er van alles nog wat in verwerkt, ook aan een beetje maatschappelijke issues die daar spelen. Ja, dat vind ik echt het mooie, dat tegenwoordig je dat soort games gewoon in een indie sfeer kan maken. Vind ik echt fantastisch. Klinkt super interessant, ja. Je kan een demo downloaden van de site ook. Gewoon blackfeatherforest.com. En in die game, of in die demo kun je dus, laten we zeggen, zo'n 20 minuten kun je spelen. En het is nog volop in ontwikkeling. En Tim heeft ook een blog waar hij voortdurend vertelt hoe die met die, de stappen van dat spel. En dat alleen al vind ik leuk om te lezen. Om gewoon te volgen hoe iemand zo'n spel maakt. Ik zal de link naar de demo op in de show notes op gamers.nl zetten. Ook de link naar Fragments of Him. En ook naar de webversie van Westerado. Yes. Want die was daar ook op Indigo. Want Westerado is al een tijdje terug. Was dat een hele, hele toffe webgame. Een western uit Nederland. In pixels, maar met een dijk van een sfeer. Een beetje gelig en zo. Maar ze weten met kleurgebruik en hoe ze alles hebben vormgegeven. Echt een enorme sfeer neer te zetten. Maar nu zijn ze dus samen met Adult Swim zijn ze bezig met wat Adult Swim gaat uitgeven. Daar een wat grotere, volledige game van maken. Die was ook te spelen. En ik vind dat wel tof. Ik ben benieuwd. Ik heb mezelf niet. Jij hebt me toegespeeld, Bas. Maar ja, het origineel hebben we niet gespeeld. Ik wist niet van het origineel. En ik zag het. En het zag er zo cool uit. Ja. Het was echt. Stereotype indie game met overdreven minimalistische pixels in een hippe stijl. Dat is 100 keer gezien. Maar ik vond het zo gaaf. Dat hele steltje was zo tof. Gewoon pixels in een western setting. Bam, ik ben klaar. Maar het idee is inderdaad. Je gaat dus op zoek naar moordenaar. Op een set van een western film, maar je kunt ze inderdaad overal je pistool trekken. En de eerste paar keer dat ik het probeerde, wist ik nog niet echt wat het idee was. Dus dan praatte ik al met personages, maar dan drukte ik ondertussen op de trigger. En opeens had ik een revolver in mijn hand en schoot ik de persoon dood met wie ik aan het praten was. Gewoon midden in het dialoog. En dat kan kennelijk overal. En dan word je achtervolgd door de bewakers en dan moet je wegrennen. En dan probeer je hun dood te schieten of jezelf doodgeschoten. En het is heel erg verwarrend als je erin springt, maar gewoon. Eigenlijk klinkt het heel erg als Renowned Explorers. Dus dat je inderdaad, je hebt gewoon het praatgedeelte en het geweldgedeelte. En het is niet alsof die twee los van elkaar worden gezet. Maar het zijn gewoon allebei onderdelen van het spel die je op ieder moment kunt gebruiken. Dus je kunt gewoon midden in het meest onschuldige dialoog in de game kun je ervoor kiezen om je wapen te pakken. Super tof. Ik vind het heel gaaf. Kennelijk is het dus inderdaad een webgame die moet ik gewoon gaan spelen. Ja, die moet iedereen wel een keer gespeeld hebben eigenlijk. Dus die is gewoon heel vet.
dit weekend ga ik het proberen. Maar ik was er helemaal weg van. Het steltje is zo tof. Westerado. Westerado. Wat was er, we hadden nog, was Dimension Drive, was dat die duo shoot-em-up? Ja. Dat je eigenlijk, ja. Heb je dan twee, wordt het scherm in tweeën gedeeld. En dan ben je een shoot-em-up aan de ene helft. Maar als het daar moeilijk wordt, of als je energie op is, want je loopt ook leeg. Dan kun je naar het andere scherm floepen en dan kun je daar verder. En ja, zo kun je heen en weer, en dat is wel, vond ik ook wel. De truc is steeds, als je op een scherm typt, of schiet, dan raakt je energie op. Maar op je andere scherm hervult je energie. Dus als ik inderdaad aan de linkerzijde de hele tijd aan het schieten ben, dan zijn mijn kogels bijna op en dan moet ik overschieten. Maar als ik daarvoor, zeg maar, of als ik dan weer daar inderdaad wegspring en dan ga schieten, dan vult mijn balkje aan de andere kant weer. Dus je bent inderdaad continu aan het kiezen van wanneer is het goede moment om te switchen, wanneer is het goede moment om te switchen. Het lijkt heel erg op Ikaruga. Dat was ook zo'n shoot-em-up. Wat je daarin deed, was wisselde je steeds van kleur. Dus je had wel hetzelfde schip, maar je wisselde steeds tussen rood en wit. Oh, ja. Zwart en wit, of hoe je het maar wil noemen. Maar omdat je, zeg maar, als je rood was, kon je rode kogels weerstaan en witte kogels. Dit spel doet een beetje dat, maar in plaats van dat je dus die twee kleuren hebt, wissel je gewoon steeds tussen twee totaal andere levels. Dus je bent eigenlijk gewoon twee shoot-em-ups tegelijkertijd aan het spelen. Dat is, ja, een gaaf idee. Okay. Nou. Was er nog iets? Hebben we nog... jij nog wat gespeeld, Roderick? Wat wij niet hebben gespeeld? Ik heb voor het eerst Action Henk gespeeld. Oh ja. Ken ik uit jullie podcast. Ja. En het is zo goed gemaakt. Het is zo gelikt en leuk om te spelen. Nou, dat was echt zo'n game waarvan ik had van... Take my wallet. Zo. Ja. En ook zo'n spel wat je gewoon kan blijven spelen. Want je wil de hele tijd je tijd verbeteren. Ja. Maar ik was gewoon zwaar onder de indruk van ook van de graphics. Gewoon hoe gelikt dat eruit ziet. En dan denk je echt van, dit is gewoon een Nederlands product. Onvoorstelbaar. Dat vond ik ook heel mooi. En even kijken, wat heb ik nog meer zitten spelen? Ja, dat was zo'n rekenspelletje. In het begin dacht ik van, ja. Oh ja. Het viel een beetje uit de toon. Sumiko heette dat. En het zag van Martijn Dierks van Control. Ja. Oh, sorry, ga verder. Maar dus, ik normaal gesproken... heb ik een beetje broertje dood aan dat soort spelletjes, want ik ben er heel slecht in. Dus in al die rekensommen, dan denk ik, ja, god, is juist niet de... Vroeger als kind speelde ik games om geen wiskunde te hoeven doen. en dan gaan ze me dat laten spelen. Maar het was eigenlijk verrassend verslavend. En het is volgens mij al uit op iOS en komt uit op Android of andersom, een van de twee. Maar ik heb het in ieder geval gewoon op zo'n tablet zitten spelen en het was echt heel leuk. Je moet gewoon je ziet een getal en dat moet je dan proberen te vormen door van die... hoe noem je dat? Van die blokjes aan elkaar te... Hexagons. Ja, hexagons. Maar je kan, laten we zeggen, je scoort hoger als je die som zo lang mogelijk maakt. Dus dan doe je eerst 2 min 2 plus 1 min 1. En dan zoveel mogelijk van dat soort combinaties, dan toch het goede getal. Dus dat, ja, vind ik ook weer zo'n knap spel. Ziet er super simpel uit. Maar op het moment dat je begint te spelen, dan heb je echt zoiets van... nog één keer. Ik had het eerst niet helemaal door, dus ik ging daar gewoon staan. Ik ging er een beetje sommetjes maken. En die gast die erbij stond, die zei ook helemaal niks. Legde niks uit. Er was een gesprek met iemand, dus ik zat er sommetjes te maken. Nou, prima. Ja, leuk. En toen ging Arjen erbij staan. En ging Arjen Lindenboom, die ging hem ook spelen. En toen zag ik dus dat je zo'n doel had. Bijvoorbeeld 9. Dan moest je met die cijfertjes en die plusjes en die minnetjes en zo... moet je dan een 9 vinden. En zo moest je telkens ver. Verder. En toen had ik het pas door. Dus ik zo van, oh. En toen die gast die erbij stond, had je dat niet door dan? Dat weet ik veel. Dat was niet mijn beste game moment. Wat gênant dat die gast je dat niet even uitlegt. Nou. Ja. Nou. Ja, het lijkt heel erg trouwens op een andere Nederlandse game. Ook mobiel, net als Sumiko. Dat is Quento. Dat is in Den Haag gemaakt. Dat doet eigenlijk hetzelfde, maar die probeert je in een soort van kleinere sudoku-achtige plaatje steeds gewoon specifieke sommen te laten vinden. Mm. Maar deze andere game is wel een stuk gelikter qua design en ook wat uitgebreider met wat je kunt, heb ik het idee. Er waren ook heel veel spellen die ik had willen spelen. Ik ben achteraf nog weer even teruggegaan in die website van Indigo. Ja. En ik, die had ik willen proberen. Die had ik willen doen. En dat is heel frustrerend. Dan ga je naar die website van die developers. En dan is er geen demo. Ja. Hoe lang moet ik nog wachten? Ja, er waren wel... Bijvoorbeeld Two Tribes had nog een nieuwe game. Dan maak ik zo'n Tokitori. Maar die maken dan een heel andere game. Dat was ik ook wel... Ja, dat werd ook wel eens tijd hoor. Sorry dat ik het zeg. Ja, klopt. Maar die zijn al 35 jaar zijn ze Tokitori aan het maken. Ja, elke keer weer een andere versie.
Het is eigenlijk gewoon een nieuw bedrijf geworden, toch? Ze zijn helemaal ja, ik geloof dat het eigenlijk een soort van... Ik wil niet zeggen dat het een truc was om zeg maar te herstarten met een kleinere groep of zo. Maar het was echt wel heel raar. Op het ene moment was het, Two Tribes is failliet. En daarna waren ze opeens weer verder aan het gaan. Ik heb geen idee wat daar gebeurde. Nou, ja. Doorstart is wel vrij gebruikelijk, hoor. Ja, maar ik weet het niet. Ik bedoel, met doorstarts denk ik altijd aan Dixons en iCenter en dat soort partijen. Maar niet aan de schattige kleine indie studio die Tokitori heeft gemaakt. Nou, ik ben wel eens opgelicht door iemand die zichzelf failliet heeft laten verklaren om niet meer te hoeven te betalen. Dus dat gebeurt vaak. En ik zeg niet dat zij dat gedaan hebben, even voor de duidelijkheid. Maar de constructie van jezelf, dat je failliet gaat en dan vervolgens weer aan de slag, dat is gewoon zoals het gaat. Dus verbaas me niet zo hoor, voor zo'n kleine studio. Ik ben meer verbaasd dat ze met het faillissement blijkbaar Tokitori ook hebben geslacht. Dus dat was echt het einde van het kuiken dus blijkbaar. Was dat nog een game? Dat was dan van hun? Rive. Oh, Rive. Oké, ja, dat is een soort van soort shoot-em-up, toch? Ja, ik weet niet precies. Ik heb nog niet echt... Ik had nog wel Thrope gespeeld. En Thrope is een beetje, dan moet je zo'n dorpje opbouwen. Echt een tijdje gespeeld. En die jongens waren ook best wel enthousiast over en praten. En, maar ja, toen bleek dat het een studieproject was die ze niet gingen afmaken en niet gingen uitbrengen. Oh, ja, wat bedankt. Zonder van de tijd. Het zag een beetje uit als, hoe heet het spel ook alweer op Steam? Is dat, nee, niet Banished, maar zo'n ander, ook zo'n dorpsspel. Dat was wel een beetje Banished. Dwerg. Dat is ook niet bedoeld. En die zijn er gewoon ook mee gestopt. Ja, het aantal van die alpha-spellen is heel frustrerend. Maar dat is ook iets van, ja, dit is te veel gedoe om voor te zetten, dus we gaan ermee stoppen en mobiele games maken. Echt, waarom sta je daar? Ja, ik zou ook, dan moet je gewoon over een aantal jaar misschien weer oppakken. Want ik bedoel, er zit wel potentie in, vond ik, in het spel. Het is heel charmant en leuk uit, dat soort dingen. Voor het netwerken of zo, maar ja, een beetje jammer dat. Ja, maar ja, dat... Ik was er niet bij, dus ik heb er ook geen. Ik heb er nog eentje op mijn lijstje staan, trouwens. Er staat Beste Beat, maar dat klinkt echt alsof het een naam is die ik verkeerd heb opgeschreven. Beat. Misschien ook niet. Beste de Beat. En dat was eigenlijk een twin stick shooter. En waarin je eigenlijk alleen maar MMO-bazen aan het verslaan was. Dus je moest echt gewoon, kon met vier man spelen. En je was constant heel erg strak aan het coördineren. Dus van, oké, nu gaan de twee daar de torens kapot maken. En dan moeten we dan samenkomen. Zodat iemand dan het midden van deze balk die naar beneden komt kapot kan schieten. Want dat mag dan één speler maar doen, van één bepaalde kleur. En dan kunnen we daar met z'n allen doorheen. En het was eigenlijk, je was inderdaad continu bezig met gewoon de mechanics die je in een raid boss in World of Warcraft of Lord of the Rings Online of Final Fantasy XIV. Ha, ik heb het gezegd. Aan de vechten bent. Nee, maar het was echt gewoon... Was dat onze eerste game? Dat was onze eerste game. En het is echt... Het was een heel slecht spel voor Indigo. Want je merkt echt dat je ontzettend goed moet coördineren om te snappen wat je moet doen. En de eerste paar keer gingen we zo vaak dood omdat... Ja, bijvoorbeeld, dan moesten we dus inderdaad... Er kwam er zo'n balk naar beneden. En daar zaten dan gekleurde blokjes in. En de speler van de juiste kleur maakte die dingetjes kapot. En dan maakte die speler dat kapot. De rest ging daar samen staan. Dan konden ze samen daar doorheen. Kregen ze geen damage. Ding was, wij stonden steeds aan de uiteindes van het level, dat we daar eerst andere dingen aan het doen waren. Dan renden we veel te laat naar het midden van het level om dat te doen. En dat ging allemaal mis. En je weet gewoon van, als ik dit inderdaad een paar keer gedaan heb, dan weet ik gewoon van, ik moet op dit punt van dit gevecht moet ik hier staan en dan komt het goed. Het zijn echt van die hele moeilijk gecoördineerde gevechten waar je ontzettend lang voor moet of oefenen voordat je het überhaupt een keer kunt doen. Zoals in MMO's. Ik had wel bij die game, dat heb ik bij geen enkel, heb ik niet snel... Maar wel zoiets van, die mag gewoon een grafische upgrade gebruiken. Het waren alleen maar blokjes. Dat was inderdaad... Ik heb het idee, als je daar inderdaad gewoon een soort van... Het mag gepixeleerd, maar gewoon een soort van leuk fantasy dingetje overheen gooit. Al is het maar om een beetje ook dat MMO-gevoel tegemoet te komen. Ik bedoel, ik verzin het niet hoor. Ze zeggen ook van, het is echt volledig geïnspireerd op MMO-gevechten. Gooi er inderdaad gewoon iets overheen wat je ook context geeft. Want schieten blokjes tot de blokjes kapot zijn en ontwijk dan de andere blokjes. Ik heb geen idee wat alles moet voorstellen. Ik werd inderdaad heel erg afgeleid door die dingen die geschoten werden. Ik dacht, zijn dat nou botten? Of wat willen ze nou? Wat is de bedoeling? Dat had ik nog met een andere game. Dat was een beetje eenvoudige shooter. Dat heette Zombrella. Oh ja. Heel maf concept is dat je loopt met z'n tweeën onder een rode paraplu en het regent. En die regen die maakt...
je tot zombie. Dus je moet schuilen. En ondertussen heb je allerlei wapens waarmee dus hordes zombies die op je afkomen moet afschieten. Maar dat is ook van die 8-bit-style en heel blokkerig en een beetje onduidelijk. Dus op een gegeven moment had ik zoiets van, waar komen nou al die krokodillen vandaan? Van die krokodillen met zo'n wit broekje aan. Dat is een rare vormgeving. Nee, dat waren groene zombies. Dat waren die armen, maar dat leek net gewoon zo'n krokodillenbek. Oh, ik zie het, ja. Ik kijk naar een screenshot. Dat ziet eruit als een personage uit de strip Kikker, weet je wel. Dan... Ja. Een soort Frogger. Een krokodil, ja. Krokodillen met witte broekjes. Ja. Indigo. Fantastisch, ik weet het nu al. Het was wel leuk om te spelen. Ja, het zag ook wel leuk. Ik vind het idee ook wel leuk, met z'n tweeën om zo'n paraplu. En die titel, Sombrella, ja, dat klopt wel. Ja. Toen jij het begon te omschrijven, Roderick, ik zag echt een 3D-game vormen. Uit vogelperspectief, echt in hoge detaillering, dat je dan moet... Maar nee hoor, het is gewoon pixeleren. Het is een soort mini-stack layout, ja. We sluiten af met de Game Bytes, zoals elke week. Kan iedereen nog kort op kwijt over iets wat we nu besproken hebben? Of iets pluggen? Roderick, kan ik bij jou beginnen? Jeetje, je luistert, dus je hebt je voorbereid. Ik heb altijd iets te pluggen natuurlijk. Ik ben ook een podcaster. Dus, misschien wel de nieuwe Doctor Who podcast. Als er luisteraars zijn die Doctor Who leuk vinden. Dat heet The Secrets of Doctor Who. En dan kun je naar doctorwho.sqpn. Vreselijke acroniem. sqpn.com. En je kunt ook gewoon naar sqpn.com voor alle andere podcasts. Ik doe ook een serie over de nieuwe Star Wars films en The Break. En nou ja, goed. Veel te veel podcasts. Dus dat is de plug. En dan nog een tip van ook een spel van Nederlandse bodem. Wat ik eigenlijk had gehoopt om ook op Indigo te zien, maar wat ik erg leuk vind om te spelen. Dat heet Speedrunners. En het is een soort spelletje waarbij je je bent ook zo'n multiplayer. Je bent met een aantal superhelden. En je moet heel zo snel mogelijk door een level proberen te rennen. Dus dat heeft iets van zo'n renner. Maar je kunt grappling hooks gebruiken en zo. En ieder poppetje heeft zo zijn eigen kracht. Het is ontzettend verslavend. En dat is zo'n spel nog in alpha fase. Of in beta is het op dit moment nu. Maar het wordt voortdurend verbeterd. En het is gewoon ongelooflijk verslavend. Heel erg. Dat soort spellen maken we gewoon trots dat we in ons kleine landje zulke goede games maken. Ja. Is er heel veel mooie games in deze podcast uit Nederland allemaal. Mm-hmm. Dat is tof. Ik heb een hele andere tip. Wat tegenwoordig wel populair is, zijn MOOCs. MOOC's. Ik weet even niet waar de afkorting voor staat, maar dat zijn online colleges die je kunt volgen. Of courses. Het zijn vaak speciaal voor internet gemaakte soort van colleges, laagdrempelig. En nou, heel erg verschil met kwaliteit qua video's. Je hebt op Coursera, coursera.org, is een cursus bezig, Understanding Videogames. En dan zou je denken, maar we begrijpen videogames toch al? Ja, maar het is toch leuk om te kijken. En het zijn gewoon een hele reeks aan video's van ik weet nog niet of volgens mij één professor en een student of twee, ik weet het niet precies wie het zijn. Maar ze weten waar ze over praten. Ze praten over games met allemaal lessen, verschillende thema's. Ik ga richting het eind. Ik heb hiervoor een hele reeks gehad over games en geweld en onderzoeken daarin en zo. Ik ben nu bezig in een reeks lessen over games en seks en seksualiteit. En het is best wel tof. En je steekt er toch weer wat dingen van op. En dus als je dat interessant lijkt, ga daar ook heen. En dan zet ik ook de link op gamers.nl. En het is gewoon gratis trouwens. Dat is ook al belangrijk om te zeggen. Dus Understanding Videogames op coursera.org. Harry? Dit is eigenlijk iets wat niet super nieuw is. Maar ik kom er nou recentelijk achter hoe ontzettend gaaf het is. En dat is de Google Chromecast. Het is zo'n goedkoop dingetje en het is het meest briljante accessoire wat je kan hebben. Het is €35, dat plug je in je tv, je HDMI-poort en dan spiegel je een heleboel apps op je iPhone of op je Android-telefoon of de tabbladen van je Chrome-browser op je PC of Mac rechtstreeks naar je televisie. En ik was een beetje niet helemaal lekker, in de zin van een beetje ziek. Doordat ik niet helemaal lekker ben, kwam er verkeerd uit. En ik wou gewoon even wat YouTube kijken. En er is gewoon geen betere manier dan YouTube kijken via Chromecast.
Je pakt je telefoon, je maakt een playlist. Die playlist die zap je naar je Chromecast. En dan gaat hij hem afdraaien. En je kan je telefoon zelfs uitzetten. Want hij trekt zelf dan alles van het internet af. Ja. Dus het is ontzettend energie-efficiënt voor je telefoon. En het is zo ontzettend gebruikersvriendelijk en gemakkelijk. Dat het nog leuker is dan gewoon tv kijken. Dus Google Chromecast, dat is echt, als je gamevideo's wil kijken, zoals bijvoorbeeld die van Arjan.org, dan raad ik je van harte aan om daar eens naar te kijken. Dat is wel een ding. Ja. Het is hoe de Apple TV zou moeten werken, heb ik soms het idee. Ja. Apple TV werkt heel goed, uiteraard zoals Apple, binnen het eigen ecosysteem. Maar er zijn een paar dingetjes met Chromecast, zoals bijvoorbeeld ook, als je met z'n tweeën, met z'n drieën in de kamer gaat zitten en je wil video's delen met elkaar, weet je wel, dat weet je wel eens hebt van, dit is een leuk filmpje, dan kan iedereen die naar de Chromecast sturen. Die worden dan automatisch toegevoegd aan de afspeellijst. Dus ja. Het is niet zo dat als Bas een filmpje start, dat dan meteen die van mij stopt. Dan krijg je de optie van, die het in de afspeellijst zetten. En dan, het is heel, gewoon zoals je wil dat het werkt. Als Google een beetje in de marketing richt op, deels van de marketing dan, richt op van dat je je favoriete YouTube-helden of Let's Players op je televisie kan kijken, heel makkelijk en heel goedkoop, dan gaan ze dus stapels voor verkopen. Ja, daar is het gewoon doe voor. Doe ze toch al. Doe ze al. Nee, maar het is gewoon, je maakt, ik bedoel, een filmpje van Arjan gekeken, vervolgens Angry Joe Review nog even na. En je plop, 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 en het loopt gewoon door. Het is briljant. Het is, Bastiaan. Okay. Ja. Oh nee, heel kort nog over, het gaat super ongemakkelijk hoor, maar ik was laatst inderdaad ook een keer ziek. Kennelijk is dat het moment waarop ik met Chromecast gaat spelen. En ik was een beetje koortsig en ik was uiteindelijk met mijn ogen een beetje dicht gaan liggen. En terwijl ik daar dus inderdaad een soort van aan het koortsdromen was, ondertussen was Arjan echt allemaal games op de achtergrond aan het spelen. Want dat ding, dat loopte echt al zijn video's langs. Dus het ene moment was hij Trove aan het spelen, dan was hij The Last of Us aan het spelen. En ik werd er echt, eens per half uur werd ik wakker en dan hoorde ik Arjan's warm stem even van hallo, hallo. En dat was echt iets van wow. Maar oké, sorry. Mijn gamebite. Hallo. Misschien ook weer een waarschuwing dat je niet een te grote speellijst. Nee, nou, maar in ieder geval, vandaag is, ik heb er echt heel lang op moeten wachten, is de Banner Saga uitgekomen voor de iPhone en de iPad. Die heb ik direct gekocht. Dat is een strategy RPG die in 2012 op Kickstarter echt heel veel geld heeft ingezameld. Echt $700,000. Toen was het inderdaad ook al heel groot. Het was een beetje rond de tijd dat Double Fine met 4 miljoen het record neerzette. Nou, flink bedrag. Maar het is zo mooi. En het voelt alsof het gemaakt is voor de iPad. Ik bedoel, ik weet dat de PC-versie er al een jaar is. Ik doe alsof die er niet is, want het voelt als een iPad-game. Het heeft alleen maar handgetekende animaties in gevechten. Het vecht ook weer als Fire Emblem. Ik begin er zeker patronen in mijn favoriete dingen tegen te komen. Maar het gave is, en het is een superklein ding, en ik word er ontzettend blij van, is dat als je aan het vechten bent en je kantelt de iPad een klein beetje, dan beweegt het beeld een klein beetje mee. Dat is het parallax effect wat je eigenlijk ook hebt als je bijvoorbeeld het iconenscherm van de iPhone met de iOS 7 bekijkt en een beetje heen en weer beweegt. Gewoon, je hebt het gevoel alsof je in een kijkdoos kijkt. En dat is zo tof. Heel de Banner Saga is, voor wat ik begrijp, sowieso echt ontzettend cool. Dus ik ga nog verder spelen. Ik heb een beetje gespeeld, maar het voelt... Wat kost het? €9. Dat, okay. Dat is voor een iPad-game misschien veel. Of een iPhone-game, want hij is ook de iPhone. Maar het is de helft van wat je betaalt voor de PC-versie. Als dat je niet overtuigt. Nou, en dan heb je ook nog eens de betere versie, want het speelt fijner. Het is een hele mooie game. En de muziek is ook fantastisch. Ik ga straks gewoon in bed liggen. Ik doe het licht uit. Ik pak mijn iPad erbij en ik ga dat gewoon de hele avond spelen. Het voelt als een... Ik heb er zin in. En een constant Arjan op de achtergrond. Hallo. 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 Ik ben Arjan. Wat zo doet hij het. Hey, Roderick, heel erg bedankt voor het aanschuiven. Ja, jullie bedankt. Het was me een genoegen. En wie weet tot de volgende keer weer. Kom ik hier terug. Zeker. Graag. Dan ook rest... in jouw podcast? Ja. De rest van nog, vergeet ons niet te raten op iTunes en misschien zelfs een review achter te laten. Dat is ook heel fijn. Dat hebben de afgelopen tijd alweer een stuk wat mensen gedaan en daar zijn we heel blij mee. En heb jij nog steeds niet gedaan? Gewoon even doen, joh. Heel snel, heel makkelijk. En we zijn te vinden op Twitter en Facebook en bijvoorbeeld @gamebytes. Vergeet ons... Nee, vergeet niet als je iets koopt op bol.com even te klikken op gamers.nl op de link... Want er gaat een klein gedeelte van je aankoopbedrag gaat naar gamers.nl zonder dat het je wat extra kost.
Dus dat is ook een kleine moeite om ons te helpen. En je kunt ons nu ook volgen op Steam. Ja, dus als je wil weten wat voor games wij leuk vinden, dat weet je eigenlijk stiekem als je deze podcast luistert. Maar als je een overzicht wil van alle games die wij aanraden, dan kun je ons op Steam volgen als curators. En dan komen we ook uiteindelijk ergens op een plekje in je Steam Store terecht. En dat is gewoon leuk. Je moet wel opletten, je kan lid worden van onze groep. En dan moet je apart lid worden van onze curatorlijst. En pas dan komen aanraders komen dan bijvoorbeeld in de Steam Store te staan. Dus dan een plaatje van Game Bites. En ik van, hé, die vind ik best leuk. Nou, dan zal die wel goed zijn. En dat zal ook wel wat het is zo. Want we doen alleen de beste games in die lijst natuurlijk. Wij liegen nooit. Wij liegen nooit. En je kan ook via de link op gamers.nl staat ook een link naar Steam. Want daar hebben we geen makkelijke URL voor om je daar naar te verwijzen. Dat is meer jammer. Maar goed, namens Bas Vroeger op Ariel, ik ben Her Vogelaar. Heel veel dank voor het luisteren en tot volgende week.